Sta je naast rug nummer 29, Voerkan. Voerkan, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Alleen heb een kleine blessure. Ja, ik vind het wel jammer dat het ook in de voorbereiding gebeurt. Dus... Wat heb je precies? Aan mijn kuit, zo'n spiertje. Ik weet niet precies wat, maar het is wel irritant. Ja, je bent toch wel een beetje afkomstig van de jeugd van NEC. Kun je wat meer vertellen aan de supporters van jouw verleden bij NEC, zeg maar, waar we jou veel moeten kennen, zeg maar? Ja, ik ben eerst bij amateurs gekomen. In de C1 was ik eerst gescout, maar was ik afgevallen. En dan had ik bij Oost 20 gevoetbald daarna, bij mijn oude club. En daarna kwam ik naar de amateurs toe van de B2 Open Dag. En daar was ik geselecteerd. En een jaar later kwam ik naar de BVO A1. En na 2 jaar later zit ik hier in de selectie. Dat is denk ik wel een droom die uitkomt om nou bij het eerste van NEC mee te mogen trainen, denk ik, of niet? Ja, dat natuurlijk wel. Is iedereen zijn droom profvoetballer te worden, dus. Leer je veel van hun? Van de toch wel de namen van NEC hier, zeg maar? Ja, je leert best wel veel. Zoals wat? Ja, ze helpen je met alles, zeg maar, coachen, van alles. Wat kunnen we van jou verwachten volgend seizoen? Wat zijn jouw sterke punten? Mijn sterke punten zijn scorend vermogen is hoog, acties maken en dat is het. Gewoon met je aanvoelen en spitsen, hè? Ja. En gewoon meepikken. Ja, tuurlijk. Ik doe mijn best. Wanneer is jouw seizoen geslaagd, Voerkan? Als je dan kijkt naar het eerste jaar, hè? Nu toch wel bij het eerste, als je dan het seizoen voorbij is, wanneer zeg je dan van ja, dit is mijn seizoen geweest? Als ik in de basiselftal kom, dan denk ik dat het wel geslaagd is voor mij. Wij zijn ervan overtuigd dat het jou wel moet kunnen gaan lukken eigenlijk. Hè? We weten in ieder geval van bronnen dat je best wel aantrekkelijk voetballer bent om naar te kijken. Dus we zijn benieuwd. Wat zijn de verwachtingen van NEC? Wat denk je hoe ze het gaan doen dit jaar, het hele team? Ja, ik denk dat we wel een goede ploeg hebben. Dus ik denk dat we wel goed gaan eindigen dit jaar. Namens Roos van Groen.nl, dat zijn wij. Wensen jou heel veel succes in je verdere loopbaan. Zet hem op, zou ik zeggen. En we zullen zien hoe het met jou gaat. Dankjewel. Graag gedaan.